De juffen op de vakantieschool in Rotterdam Feyenoord zien er wel een beetje vreemd uit. Maar de kinderen vinden het prachtig. Hoi, vakantieschool! Ja, wat voor leuke dingen doen jullie hier dan? In de hal eten en naar buiten gaan. Kinderen die niet naar de vakantieschool gaan, missen die wat? Ja. Alle leerkrachten van de vakantieschool zijn in de herfstvakantie verkleed als havenarbeiders. En ik ben Jan en ik heb net nachtdienst gehad en ik ben hartstikke moe, want ik ben hard aan het werk geweest in de haven. En ja, er hoort een overal bij en een stofbril. Door de themaweek haven en het rollenspel wordt de woordenschat van de kinderen vergroot. Ook wordt er gewerkt aan vaardigheden als klokkijken. De school ontkent met het project het niveau van vooral zwakke leerlingen te willen verbeteren. Dat is dus niet zo. Het is voor alle kinderen en er zijn zeker ook kinderen bij die achterstanden hebben op taalgebied. We zitten in de wijk Feyenoord, dus er zijn taalachterstanden, maar er zijn zeker ook veel taalsterke kinderen. En daar hebben we natuurlijk ook gewoon een heel goed programma voor. Maar wat doen jullie dan? Een beetje werken of soms wel spelen. Dan kan ik me voorstellen, vakantie is hartstikke leuk, dat je liever thuis bent dan hier. Ja. Zijn er kinderen die aan de vakantieschool deelnemen minder goed op school? Ja. Hoe zit dat bij jou? Goed. Jij kan wel goed meekomen. De Rotterdamse vakantieschool is zo'n succes dat zo'n 80% van de leerlingen er graag de herfstvakantie voor opoffert. Ja, ik vond het ook altijd heel erg leuk om naar school te gaan. En dat is eigenlijk alleen maar een heel goed teken dat je zelfs in je vrije tijd graag naar school komt.